zit ik maar te denken en komt alles op me af en dan voel ik de stress. Vandaar dat ik twijfel, 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 twijfel. Met zijn persoonlijke nummers en gevoelige teksten is hij een buitenbeentje in de Nederlandse hiphop-industrie. Maar de Eindhovense rapper Frisco heeft nu eenmaal niets met meisjes, geld, drugs en blaffende gangsters. Hij kreeg het etiket Grote Belofte opgeplakt, wordt de Nederlandse M&M genoemd. En volgens onze Giel is dit echt de shit. Is het waar, Giel? Het is echt waar. Waarom is dit, kom maar bij, kom maar. Waarom is dit de shit? Nou ja, precies omdat je in je inleiding zegt. Hij is echt anders dan anderen. En hij maakt cabaret in een aantal opzichten, met zijn alter ego. Maar hij maakt ook echt muziek die je raakt. Weet je, ik vind het lastig als mensen creativiteit niet kunnen begrijpen. En dat die zegt van ja, maar je album heeft niks als twijfel. En dan denk ik bij mezelf, ja, mijn twijfel is geweest. Ik ben nu een andere ik. Mag een rups geen vlinder worden? Moet je tegen die fucking rups zeggen, hey, wat ben je aan het doen? Is mijn natuur. Ik denk gewoon dat ik experimenteer en als je toch in een hokje moet plaatsen, zou je gewoon moeten denken, gewoon experimentele muziek, weet je wel. Of ik mijn hele stijl over de boeg gooi, zo wil ik het ook niet zeggen. Ik denk juist dat dit de kern van mijn stijl is. Als je van Frisco hebt gehouden, dan geef ik je dat nu, maar ik geef je puur, ik geef je het in essentie. Ik ben nu bezig met het artwork voor het tweede album. Alles wat ik doe met schetsen is meteen ook wat ik echt gebruik. De schets is altijd puurste vorm ofzo. Kan het langzamer? Het is voor mij best wel fijn om met mijn broertje te werken. Bijna heel het proces van hoe ik ben geworden, wie ik ben, snapt hij. Dus hij weet precies wat hij daarbij moet maken aan muziek. Terwijl ik bij andere mensen toch heel gauw moet gaan regisseren en sturen. Zijn bloed is mijn bloed, zo moet je het zien. Dus wij proeven gewoon de juiste sferen, de juiste muziek op de juiste manier. Ik voel eigenlijk ook helemaal geen spanning bij dit album. Omdat ik zoiets heb van, je kan geen fouten maken als je gewoon op zoek bent naar oprechtheid. Want als je een fout maakt en het is oprecht een fout, dan hoort het gewoon bij het proces en dan moet je het er gewoon ook inhouden ofzo. We hebben geen samples nodig, want samples zijn overal te vinden. Dus wij gingen gewoon de straat op en daar hebben wij besloten om samples op te nemen. Bertje is met zijn telefoon geluiden aan het opnemen. Dat gaat hij dan helemaal vervormen en uiteindelijk herken je het helemaal niet meer terug. Maar hij weet nu al wat hij ermee gaat doen. En daar maakt hij dan beats van. Staat hoe hij kraakt, hè. Bertje is nu iets aan het opnemen. Hij heeft een beetje inspiratie gevonden. Die jongen is gestoord en geniaal tegelijk, weet je wel. Het enige probleem wat hij heeft is dat hij gewoon af en toe heel makkelijk afgeleid is. Nou ja, af en toe altijd eigenlijk. Stel je voor dat dit jouw huis was en die staat op om te gaan pissen. En je ziet gewoon een nigger hier gewoon zo staan, man. Ben je fucking debiel of zo? Als hier alleen zo staan zou ik niet mee zijn, man. Ja, jou niet, maar jij bent ook een fucking kanker, man. Ga er vanaf, man. Je staat gewoon in de shot, hè. Gebruik ook die pomp, die pomp. Gebruik die pomp. Pomp hem ook. En laat ram wat sporadisch. What the fuck doe je, man? Mij heeft juist wel. Mijn plaat is altijd Jolientje. Een liedje? Jolientje. Kan je een liedje zingen? Altijd blijven lachen, hè? Kijk, en
daar heb je het. Altijd blijven lachen, dat is de kern. Nee, dankjewel. Nee, en dat zijn ideeën. Ja, dat is de beat, dat is het concept, dat is de track. Schiet op, schiet op, schiet op, schiet op. Ja, laten we gewoon, ik heb het nu heb ik die kracht, zeg maar. Dit is gewoon iets, dit moet in één take op één gevoel. Als ik moet lachen, moet huilen, wat er op dat moment ook maar komt, stotteren, laat het gewoon maar komen. Maar gewoon nu knallen, want anders raak ik het kwijt, kom. Yeah, dus ik zal altijd blijven lachen, tussen de pijn, alles blijf ik wakker. Nee, maar nooit zal ik pijn hebben, zelfs tussen pijn zal ik nooit mijn pijn laten zien. En als ik mijn pijn laat zien, is het vrijwillig, want ik zal blijven lachen. Altijd blijven lachen, hier! Champion, baby, champion. Ik schrijf niet eens. Vanuit het beats maken, dan gaan we als het ware nog een stapje dieper de hel in. En dan gaan we echt onze lichaam verwaarlozen. Dan gaan we de studio in. En ik moet zeggen, het is heel ongezond hoe we dat doen, weet je. Maar het zou nog veel ongezonder zijn als we het niet zouden doen. Het is ook gewoon iets spiritueels, weet je wel. Je bent onderdeel van iets groter dan jou. En ja, dan voel je dat gewoon. Dan ga je je klein voelen. Even die knop. Nee, niet die knop. Welke dan? Op die geluidskaart. Hey! Op die geluidskaart. Niet die. Ja, die. Ze zeggen, eerlijk is eerlijk. Maar wat moet eerlijk anders zijn? Is anders zijn, eerlijk, voor zij die eerlijk zijn. Anderen anders ben ik het never dat. Never had een krommere weg gevonden naar elk pad. Ik beloof het rechte pad, tot ik krom loop. Heel mijn leven ontloop, zeg maar is er soms hoop. Op een of andere manier pik je gewoon mijn trauma's, mijn pijn, pik je met je onderbewustzijn mee, via mijn muziek. En sommige mensen die kunnen daar niet tegen. Vooral als ze zelf diep dingen verstopt hebben. En ik wil niet aarde, laat de aarde beven. Zeg me waar genezen en zijn me ware wezens. Sean Connery. Kijk. Sean Connery. Sean Connery. Welke beats heb je nog meer? I'm Sean Connery. Je ziet me nog steeds niet. Nee, nee, je ziet me nog steeds niet. Soms denk ik aan mijn tyfoon zijn. Shit, ik identificeer me meer met dieren en baby's. We doen nederig, maar we laten onze hemel lichamen. Vruchten groeien niet verlegen in schaamte. Bederend om tot deze begraafde. Begraaf me, begraaf me. Uiteindelijk wordt iedereen oud en sterf je alleen met een fucking pamper aan. En wat heb je dan in al die status die je hebt gehad? Niks. Laat mijn ziel niet blijven! Laat mijn lichaam niet blijven! Mijn geraamte moet weg! Alles moet weg! Begraaf me! Kan dit eruit? Voor mij is het belangrijk dat wanneer ik muziek heb gemaakt,
om ook mensen het te laten horen en mij feedback te geven. Mensen die ik belangrijk vind, die ik denk die mij creatief kunnen aanvullen of mensen die mij creatief inspireren. En dus we gaan even naar Henk van Straten, Nederlandse schrijver, om eventjes een luistersessie te geven. Ja, ik ben benieuwd wat hij van het album gaat vinden. Kom binnen. Yes. Bescherm je ziel van me. Zo gaat het zo even. Nou, ik zit een beetje te experimenteren met titels. Muziek, hè? Muziek? Introotje of zo? Nee, dit is al onderdeel van de tekst. Ik snap wel, dit is een beetje, je begint heel ernstig met de soep. Maar je zingt ook echt, hè? Ja, ik weet ook niet meer wat ik precies aan het doen was. Ik wil het. Het is gewoon poëtisch en ik denk op dat moment dan neemt de muziek mij gewoon over. Ja. Wat is er gebeurd? Van die zwerver. Ja, ik vind het heel, ja, het is wel gedurfd, man. Het is echt, ik denk niet dat je het echt opzet in de auto of tijdens de afwas of echt met mensen erbij of op een feest of ergens anders. Maar ik denk wel dat er momenten zijn dat als je het opzet, dat het echt super heftig is. Als je in een bepaalde bui of zo bent, hè. Ik probeerde hier in contact te komen met een jongere versie van mezelf. Oh, therapeutisch zou je kunnen zeggen. Nee, niet therapeutisch, maar meer gewoon creatief gezien. Wat zou ik schrijven als ik nog 6 was? Ik zie mezelf op het schoolplein kijken naar oudere vrouwen. En fantaseren over een romans of zo. Ja, het klinkt misschien heel gek. Maar het volgende nummer. Ja. Was ik heel erg op zoek naar een soort van industriële sound. Mm. Weet je wel, je hebt het wel eens over de muziekindustrie. Waarom pak je dat dan niet als een soort van homoniem? En heb je geen muziekindustrie, maar heb je gewoon de industrie als in industrie, mensen met bouwvakkers en daar zijn we gewoon. Sorry, dat niet helemaal. Ik denk dat je het gewoon moet horen. Je moet het gewoon horen. Onthoud in je hoofd industriële sound. Industriële sound. Ja. Oké. En dit nummer heet ook gewoon track 5. Dat is ook weer zoiets zeker. Of dat vind je. Nee, zo heet het niet. Oh, oké. Nee. Die eronder, hè? Ja. Ook industrieel, hoor. Help! Help! Dit doet hem ook pijn, hoor. Ja, dat is dezelfde. Het is dezelfde. Ja. Ja, het is heel industrieel. Zullen we het volgende nummer even doen? Ik wil wel. Dit is een mooie. Dit is het toppen. Ik moet even. Het is een flinke stap weg van hip-hop en pop en muziek. Het is bijna maar dat is ook, echt industrie. Hè? Ja. Als je meestal kijkt, de echte industrieën, waar die zijn helemaal afgezet en afgelegen. En ja. Mensen zijn daar aan het timmeren aan het doen. Ja, en, ja timmeren. Niemand verdient, niemand bij de ziel. Een beetje terug naar de roots. Ja. Naar de kern, ja. Rieten. Cyclus. Hitler. Kiezen. Hey, maar Fisco, ik zit met mijn zoontje. Ik vind het top, maar... Sowieso, bedankt voor je tijd. Bedankt voor je tijd. Ja. En kijk, Je komt een beetje op. Als je mij... Op een of andere manier zijn we allebei schrijvers. Ja. We willen verhalen vertellen. Ja. En ik stel me wel voor dat ik een van jouw verhalen... Mijn kindje heeft gepoept. Vriend, okay. Ik zie je. Als je iets nodig hebt, hè, wat maar ook... Komt goed, yo. Oké. Een luchtbel bijvoorbeeld, ja. Je wilt hem onder water houden,
Maar het enige wat hij wil is naar boven. Waarom? Omdat water uit de weg kan voor dingen. Het kan uit de weg. Maar staal of beton plaatst daar een luchtbel onder. En die luchtbel blijft daaronder. Er zit druk op. Dit is mijn industrie! Dit is mijn industrie! Ja, ik ga nu even naar, naar een goede vriend van me, naar Shockey. En bij hem thuis zit een goede vriend van hem, die af en toe uit Noorwegen komt. Hij heet Pjøris Arnold. En ja, ik ben gewoon een groot fan van zijn muziek. Hij heeft een bepaalde sound die ik echt gewoon op mijn album wil. Mijn Engels is niet zo heel goed, dus... ik ga gewoon, ja, we gaan het gewoon doen. Hey, Shockey, jongens. Hey! Is Pjøris er al? Pjøris is het, man, ja. Ja? Ben ja? Ja? Heb jij hem verteld dat ik fan ben van zijn shit? Ja, we hebben een verteltje. Ik moet alleen nog even omkleden, want ik kom net van werk. Ja, man. Is, You are Pjøris? Yes. Nice to meet you. I'm a big fan of your music. Thank you very much. Yes, I like what you do. I like the way you play. It's really, how do you say, your sound is really psychedelic, so yeah. I like that. Thank you. Yeah. Thank you very much. Yeah. Do you like rap music? No. Okay. I'm gonna change my clothes real quick here. Alright. So I'll be back in 1 minute. Okay. Okay. So Shockey told you that I wanted to record a song with you. Ask him what I have to do. What? Ask him what I have to do. What did you say? Let's go all out to the top. Shockey is your friend, yes. Right? Yes. I wanted to make a song with you, music. Yes. He told you? Yes, he told me. Okay, okay. So. Thank you. I see you already got it. Hey, Shockey. Yeah, man. Bedankt voor deze ontmoeting sowieso. En, ja, you're welcome, man. Yeah, I'm telling him thank you that I can meet you, you know? Ja, see, I'll take it, you're here, boy. Shit, fuck you. Ik bedoel te zeggen van, hey man, fucking vet om hier te zijn en shit. Ja. En jou bedankt, weet je wel. Okay. What are you going to do now? Well... Kijk, dit is een mooie, ik vind het sowieso heel mooi dit, omdat ik gewoon... Ik heb natuurlijk geen flauw idee wat hij aan het doen is. En ik weet alleen wel dat het gewoon geniaal is. En... I'm going to use my inspiration and make something out of my head. I'm not going to write anything, I'm just going to take your music, take it in like, I don't know, maybe this sounds weird, but I think you will understand me. I will take it into my soul and make something out of it. I think Shockey has it ready now. Are these your shoes? Yeah, great. Thanks, man. Great. Maybe we should record now.
echt rare zijn, jongen. Ik had dit echt niet verwacht, ik zeg je eerlijk. Maar ik vind het wel tof, weet je wat. Het is al lang tof dat je naar iemand opkijkt en dat hij dan gewoon... shall we go record it, Jack? Do you have any ideas? No. You just let it come? Yeah. Confusion! I cannot take this! I'm drowning! I'm drowning! I'm drowning in sorrow! In sorrow! In sorrow! No tomorrow! Fuck it! No tomorrow. Yes. No tomorrow. Oh, yeah, zeker. From my, yeah, gut feeling, yeah. Mm. Voila. Echt, touching. Shall we record it now? No, thank you. Heel veel mensen hebben Puris in Noorwegen voor gek verklaard. Door de dingen die hij deed, muzikaal. En als je dan gaat zien wat hij doet... Het is precies wat ik doe. Theo Maassen die heeft net ge-sms. Hij komt nu al het pand binnen, zeg maar. Dus hij kan er elk moment zijn. Ja, dus hij, kom maar binnen. Kom maar. Ja, wacht even. Hey, natuurlijk. Hey, maar die kunnen dan even bij de techniek zitten. Nee, maar die Jan die komt de 14 en niet de 13. Ja. Dat is goed. Nee, maar daar heb ik helemaal niks over afgesproken. Die kan wel gewoon komen kijken, maar ik ga geen interview doen aan. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Sorry. Ja, geen probleem. Sorry. Eén dingetje nog. Ja. Zo, ik kan het wel. Echt die? Nee, ik moet even die, anders dan gaat dat mis met vrijkaartjes. Ja. Zo. Ja. Kijk. Hey, Theo, hoi. Hoi, aangenaam. Ja. Hartstikke leuk. Ja, we zijn ook meteen even aan het filmen voor een documentaire over mijn leven en het albumproces. Okay. En daar ben jij echt een heel belangrijk onderdeel van. Ik bedoel, ik ben allang fan van je en ik vind het super tof wat je doet. Weet je. Ik heb je nooit het echt durven aan te spreken als ik jou op straat zag lopen of zo. Weet je, omdat ik wil ook niet echt als een fan super slijm, weet je wel, slijm overkomen, zeg maar. Maar echt, ik ben het zo dankbaar dat je hier bent vandaag. Nee, dat is geen punt. Vandaag, ik weet niet of mijn manager dat heeft doorgegeven. Ik kan een half uurtje. Ik moet dadelijk naar Explosie in Carré in Amsterdam. Dus ik moet wel vrij snel weg. Oh. Ja, dan gaan we gewoon ons best doen, weet je, binnen de tijd, toch? Het idee wat ik een beetje had, is... jij hebt een bepaalde, ik heb een hele lap tekst gestuurd naar je manager over dat jij een bepaalde klank in jouw stem hebt. Dat heb ik niet ontvangen. Oké, okay, want waar heeft hij jou dan verteld? Hij zei van ga er maar gewoon heen en zie maar, je redt je wel. Ik moet iets inzingen of iets in... Het is gewoon een stemklank die we van je zoeken. Die we onder een baslijn willen zetten. Geen punt, geen probleem. Oké. Okay. Even. Okay. Ja, dan is het goed. Want ja, alleen jij bent de enige op de wereld met deze klank. Dus cool. Okay, ja. Ik doe het even en ik laat het gewoon leiden. Cool. Ja? Op even een sessietje. Ja. Ik weet alleen niet of we het binnen een half uurtje wel kunnen doen. Dat is een beetje het ding. Kunnen we hem doen of wachten we nu op? We gaan hem doen. Doe maar, ik ben nu even een sessietje aan het openen en dan kunnen we meteen.
Het gaat echt niet om wat je zegt. Het is gewoon puur, puur jouw klank op dit moment, hè? Oké, dan laat ik hem gewoon lopen. Ja. En dan gaan we gewoon zoeken. We beginnen met de A-klank. Oké. Nee, alleen de A alsjeblieft. Ja, zonder... zonder... Ja. Ja. Oké. Moet ik hem lang aanhouden of kort? Pak een beetje een hogere A alsjeblieft. Hogere stem? Ja. Moet ik hem lang aanhouden of kort? Hou hem even aan, ja. Ja. Hoog, Theo. Ja, dit is hem nog niet, hoor. Theo. Nee, je doet het goed, maar dat is niet wat ik zoek. Probeer een vleugje E erin te gooien. Dat het een beetje een Arabische A wordt. Ik ga het proberen. Probeer er gewoon een E in te gooien. Maar waar blijft die A? Theo? Ja? Ik weet dat je weinig tijd hebt. En ik weet dat je er snel vanaf wil zijn. Maar hoe eerder je je best doet, hoe beter, hoe sneller je er vanaf bent. Hoezo? Wat bedoel je? Denk je dat ik... Ik bedoel, ik heb wel weinig tijd, maar ik doe wel mijn... Het is niet dat ik mijn best niet doe. Ik bedoel, wat denk je dat ik... We proberen hem gewoon nog een keer, ja? En probeer nu echt alsjeblieft ook een E erin te klinken. Geen E en een A, maar een E en een A. Stop. Ik had het idee dat hij wel, voor mijn gevoel ging deze nee, wel... Nee, ik moet eerlijk zeggen, man. Weet je, je moet niet denken dat je hier een soort van Disney film in aan het spreken bent ofzo. Dit is wel hip-hop. Je moet wel een beetje echt gewoon pit erin gooien, weet je wel. Er moet een soort van noodkreet in zitten die ik nou niet hoor. En die zie ik wel in je shows, hoor. Okay. Sorry, Theo, maar dit is echt een soort van... Govert wat je nu aan het doen bent. Maar misschien kun je ook even iets meer, ja, een Arabische ei. Ik bedoel, ik kom hier uit Eindhoven, man. Ik ken geen Arabische ei. En pit is, vind ik ook een beetje... Ik ga het gewoon, geef me in ieder geval nog even... Ik ga het nog een keer doen. Okay? Ja, ik bedoel, ja, je hebt een half uur, dus ja, we hebben nog 10 minuten of zo. Ik weet niet. Kijk, als we de hele dag hadden, dan was ik ook niet, weet je wel. Maar je komt aan, je wilt meteen. En dan doe je niet echt je best of zo. Ik heb over gebeld door mijn manager dat ik maar een half uur kom. Dus ik weet sowieso niet... Oké, cool. Oké. Ja? Komt-ie. Ja? Kan ie? Ja. Oké, komt-ie. Ik voel... ik heb hem. Denk ik wel. Komt-ie, hè? Stop. Theo, je was aan het vertellen over het beste wat er uit Amsterdam komt. Mm. Ja? Welke pit zit daarin voor jou? Haal dat gevoel weer naar boven, man. Kijk, hoger in de stem geluid, maar moet ik hem lang aanhouden? Kijk, als je nu praat, ja? Luister hier. Hoger in de stem geluid, maar moet ik hem lang aanhouden of moet die kop... Hoor je die aangeluid? Ja. Hoe die zijn? Ja. En dan... Doe je hem hier? Ja. Dus volgens mij zit je gewoon een grapje te maken. Nee, ik zit wel mijn best te doen. Volgens mij is die wel goed. Nee, als die goed was, dan was je hier al lang weg. Dan was je nu in Amsterdam. Dus tuurlijk is die niet goed. Weet je wat ik doe? Ik heb één vraagje eens nog. Heb jij misschien een andere koptelefoon? Deze is een beetje strak, zit hij op mijn hoofd. Heb jij eventueel een andere koptelefoon? Nee, heb ik niet. Oké.
Oké. Het is geen koptelefoon fabriek wat ik hier heb. Hè? Het is geen probleem. Ik vroeg het gewoon maar even. Zal ik even anders een telefoontje plegen? En zeggen van ga even naar de Mediamarkt en haal een nieuwe koptelefoon voor Theo. Eentje die wat losser zit. Ja? Ben je dan tevreden? Ik vroeg alleen maar even. Nou, antwoord is nee. Oké, dat is duidelijk. Dat ja? Dan weet ik dat ook. Dan hou ik deze gewoon op. Weet je wat ik doe, Theo? Pak even een slokje water voor me alsjeblieft. Ik word hier echt met schreeuw op mijn stem. Pak even een slokje water voor me alsjeblieft. De tegenin, hè? Tegenin. Komt-ie, ja. Hè? Ja. Hij loopt. Ja! Stop! Stop, 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 stop! Was die goed? Dit is gewoon gemakzucht, gewoon. Je weet dat je het in je hebt, maar je haalt het gewoon niet eruit. Haal het bovenste uit de kan. Onderste uit de kan. Ja, precies, jongen. Onderste uit de kan. Cabaretshow van Theo. Maak hem alweer een fucking cabaretshow van. Nee, maak er een grapje van. Maar Theo, wat wil je nou? Wat wil je? Wat wil je? Zeg maar wat je wil, ja? Wil je nu naar huis? Daar is de deur, ja? Dan ga je naar huis, dan kan je naar Amsterdam gaan, is er niks aan de hand. Of je wilt op het beste album ter wereld staan en dan ga je de hok in en dan geef je me gewoon die AE-klank op de goede manier. AE. Nee, ja? En Theo, luister hè. Voor mij maakt het niks uit. Je kan ook gewoon met de kattengejank, kan je ook gewoon op de plaats staan hè. Nee, ik wil nog een keer. Ik wil nog één keer proberen zoeken. Dankjewel. Ja? Ja, alsjeblieft. Oké. Okay. Alsjeblieft. Nee, maar dan moet jou, ik sta gewoon mijn best te doen. Ik weet niet wat je allemaal van mij verwacht en hoe je denkt wat ik allemaal... Je bent intelligent genoeg om alles wat krom is recht te praten. Nee, daar gaat het met niet om. Jawel, dat ben je wel. Dat ben je wel. Wat wil je hebben, Theo? Nee, er gaat niks wat om wil hebben. Je hebben? Gaat, ik wil je proberen wat wil je te hebben? Helpen. En dan krijg je opeens een heel naar sfeertje omdat het steeds niet wat goed dit is. Wat dit na sfeertje? Ik dacht dit, leuk, gewoon. Dit na sfeertje? Om te helpen. Theo! Sorry hoor, maar als jij op een of andere manier iets wil bereiken in de muziek of in de showbiz, dan is dit absoluut niet het toon. Stop! 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 Misschien word je wel de beste cabaretier genoemd van de hele wereld. En dan kom je binnen en het eerste wat je zegt is ik heb geen tijd, mijn manager dit en dat. Wat natuurlijk onzin is. Maar je hebt gewoon geen zin om je best te doen, weet je. Ik ben nu in Almere en we zijn bij Ali B, zijn studio eigenlijk. Ali komt zo hierheen en dan gaan we een track samen opnemen. Ik heb hem de tracks tot nu toe gemaild, dus ik ben ook benieuwd wat hij ervan vindt. Ik kan altijd heel lekker met Ali feedbacken. Omdat ik nu een andere richting in ben geslagen met het komende album, vind ik het wel spannend om het aan hem te laten horen. Ik heb die tracks gehoord. Ja. Wauw. Ja, echt baanbrekend. Hè. Ik heb echt gewoon geprobeerd om iets nieuws te doen, weet je wel. Dus... ik ben echt benieuwd wat je vindt, man. Ik ben heel benieuwd wat je vindt. Zeg het maar gewoon eerlijk, weet je, ik bedoel. Eerlijk? Ja, tuurlijk. Het brak alles, behalve de baan. Zo hartbrekend. Het was... Maar meen je dit serieus, G? Als het je doel is om jouw fucked up gevoel, maar dan echt je fucked upste gevoel, ja, over te brengen op anderen. Ik heb mij nog nooit zo intens fucked up gevoeld bij het horen van muziek. Het is zo fucking slecht, verschrikkelijk slecht. Zo fucked up. Echt fucked up, fucked up.
dat ik denk dat je missie geslaagd is. Of per ongeluk, of heel doelbewust. Als het doelbewust is, chapeau. Anders ben jij echt fucked up. Dus ja, ik zal je heel eerlijk zeggen. Dit had ik niet verwacht. Je snapt gewoon niet dat dit mijn... dat dit mijn uitlaatklep is. Ik snap heel goed dat dit jouw uitlaatklep is. Dat hoor ik heel goed. Maar het gaat erom wat je uit die klep laat. Dat is echt fucked up. Ik wil dat mensen eerst zich suïcidaal voelen. En alles eruit gooien. En als ze het overleven, zullen ze zich bevrijd voelen. Weet je wel? Je moet... heel veel is ook geïnspireerd op... Wauw, man. What the fuck is er met je gebeurd, man, nigger? Je bent ook fucking serieus ook nog, man. Ken je die film Fight Club nog? Fight Club? Ja. Ja. Kijk hem nog een keer. Luister dit en kijk naar Fight Club. Nee, man. En vertel mij dat fucking Tyler Durden, ja, geen gelijk heeft. Ja? Als ik de hele wereld je fucked up vindt, Ali, dan ben je vrij. Vrij? Vrij, Ali, vrij. Vrij, je bent fucking gevangen door fucking demonen, man. Fucking nee, heb je toch, nee, man. Nee. Wat jij hier doet, dat moet je voor jezelf doen. Dat is prima. Je bent zo dogmatisch, Ali. Je bent zo dogmatisch. Fucking matisch. Het lijkt wel de fucking exorcist op fucking muziek, man. Dankjewel. Dat is een compliment. Dankjewel. Als dat je doel is, is dat een compliment. Dit is gewoon satanistisch. Dit is fucking intens verschrikkelijk. Dit is echt fucked up, G. Dit kun je echt niet... Wat de fuck heeft Kees hiervan gezegd? Ja, hij weet ik veel. Fucking dat, hell, man. G. Heeft hij die beats gemaakt? Heeft hij die beats gemaakt? Ja. What the fuck is er met jou aan de hand, man? Fucking Broeders Depri. What the fuck is er aan de hand, man? Het is misschien een platte, goedkope manier om je pijn te doen. Maar het is eerlijk. Het is de meest directe manier om iemand pijn te doen. Ja, dat bedoel ik. Het is gewoon een martelgang. Dat bedoel ik. Ja. Nou, dat is geslaagd. Missie geslaagd. Wat mij betreft, ben je toch klaar? Waarom vraag je me? Ik vind het verschrikkelijk. Ik kan jou altijd feedbacken met alles. Nieuwe dag stond je helemaal achter, weet je. Maar dat was echt zo'n 3FM track. Dit snap je niet, man. Nee, maar en weet je wat? Fuck it. Laten we gewoon muziek gaan maken. Ik weet niet of laat ik fuck nog, it, fuck die shit, luister, man. Ik ga je niet zeggen, ik ga niet dit soort shit maken. Ik heb wat beats meegenomen. Sta er gewoon een beetje voor open. En kijk gewoon wat je vindt. Maar dan moet jij ook luisteren, Frisse Roy. We kunnen niet... laat me horen wat je hebt. Ja, ik zou eerlijk zeggen, ik sta er niet meer echt op te springen om nu nog... Ik heb een paar beats laten maken door mijn broertje. Het is geen brownie productie of zo. Het is wel echt gewoon sinister en rauw, puur. Maar ik denk wel dat je het tof gaat vinden. G, ik krijg fucking hoofdpijn van die shit, man. Ik meen het even serieus met je, man. Ik krijg hier echt knallende hoofdpijn van. Hoe de fuck ga je hierop rappen, man? Dit is psychedelische shit, man. Dit is fucking LSD shit. Maar toen je naar mij toe kwam, toen had je toch ook wel bedacht dat dit niet kan? Oké. Weet je, dan doen we gewoon een andere beat, ja? Thank you.
gaat hem niet worden, man. Ik denk dat je maar... Nee. Ik moet jou op deze plaat hebben, Ali. Jij gaat zorgen dat dit nieuwe stijltje geaccepteerd wordt door de massa. Ik laat hem nog een beat maken. Ik laat hem nog een beat maken. Ik laat hem met Brownie zitten. Ik heb voor het eerst in mijn leven iets ervaren. Dat is een metafoor die heb ik niet eens in een gedicht gelezen. Het is namelijk dat mijn hart kotst. Dit is heel erg. Ik heb dit nog nooit ervaren. Dit is zeldzaam. Nee. Nigger, je moet loezen, man. Dit gaat niet, man. Ik praat serieus met je, man. Moeten nog wel opnemen, hè? Hey, nigger, ik weet niet wat je fucked up met jullie aan de hand is, maar jij bent al fucked up, hè? Zo. Hey, ga met die nigger mee, serieus, man. Kom, we moeten nog... Kom. Hij wil niet, hoor. Ga, kom gewoon. Ik wil heel graag, maar ik ga niet hier aan mij meewerken. Was je aan het luisteren überhaupt, man? Je hoeft me sowieso niet voor niks meer te bellen, man. Serieus, man. Ik heb je nodig, man. Ik heb je nodig. Nigga, je hebt een fucking dokter. Laten we gewoon die fucking studio in, man. Je hebt een fucking dokter nodig, man. Je hebt mij niet nodig, man. Ik kan je niet helpen, man. Als je nog één keer zo mijn jas gooit, nigga, dat is een fucking probleem, hè. Serieus, je komt hier binnen met hele andere shit. Fucking rare, fucking psychedelische, satanistische, fucking lucifer teringmuziek. Satanistische teringmuziek. Het is toch niet fucking normaal wat je laat horen, man? Get the fuck out of here, man. What the fuck is er met jou aan de hand, man? Heb jij me in die shit gebracht? Die fuck niet sinds drinken gestopt of zo? Nigga, jullie nemen me fucking in de zijk, man. Rot op, man. Schouder me erop met die camera ook. Ik mag geen grappen meer, man. Ga weg, man. Jullie lopen hier fucking met tijd te verdoen, man. Toon erop, man. Nigga, film me niet meer. Klaar. Maakt niet uit. Kijk, is jouw mening. Is jouw mening, maar je bent... hebben hulp nodig. Waarom moet je zo respectloos? Respectloos? Nu kun je zien mijn kinderen amper. Ik maak fucking tijd voor je. Kom je met deze onzin aanzetten? Onzin? Over respect gesproken. Dit is kom, geen respect. Hey, kom, ga gewoon, man. Je weet niet met me afgesproken. Je kent me. Je komt niet met dit soort shit aan mijn kant. Oké, prima, laat me horen. Stuur me fucking de mail en praat wel met hem, maar ga me niet hier helemaal toe. Had je komen gaan? Komen gaan gewoon. Ja. Ja, sayonara. Het was mij genoeg, hè. Ja? Het was zeker meer dan genoeg. Nee, die jongen is gewoon te commercieel, man. Hij snapt het niet. En in plaats van dat hij gewoon kan onderbouwen, dat weet je wel, dat hij open kan staan voor iets, moet hij gewoon heel beledigend zijn. En dit is... Het is ook jammer, want het staat gewoon op beeld, hè. Dus het is ook niet goed voor zijn imago, dit. Waar is Meskiala? Heb je het al gehoord? Toen vertelde hij mij dat Jimmy hier een ongeluk heeft gekregen. En dat hij eigenlijk ter plekke stierf. Een vriend van mij is overleden. En die wordt vandaag begraven. Ik wil er gewoon niet bij zijn, man. We rijden nu naar Frankrijk en ik wil dit verwerken op mijn eigen manier. En het is niet dat ik geen respect heb of zo, of dat ik geen eer wil betogen of zo, maar meer dat ik. Ik vind begrafenissen gewoon commerciële onzin, man. En ik wil daar niet aan meedoen. Kun je op zo'n moment als dit. Op een of andere manier voelt het album dan ineens heel onbelangrijk, weet je wel. Het is gek, man. Al die tijd die ik daarin steek, voor wat? Voor wat, man? Wij gaan naar Frankrijk, wij gaan dat verwerken. Wij doen het beter dan al die motherfuckers die daar gewoon schijnheilig lopen te doen, man. Je moet dat beseffen, man. De wereld is gewoon kudde gedrag. Ergens verkoopt er iemand nu weer een kistje, weer een kransje en verdient weer geld aan iemand zijn dood. Is niet voor niks, hè. De ene zijn dood is de ander zijn brood.
vind het heerlijk hier, man. Si je pouvais ne voir plus Dieu, ne plus voir les tiens qui m'attirent, je crois que cela vaudrait mieux, je souffrirais moins le martyre. À tes yeux, il me faudrait voir, me regarder plein de tendresse. Lorsque je sais qu'avant ce soir, ils verront une autre maîtresse. Si je pouvais n'avoir plus Dieu, ne plus voir tes lèvres sourire, leurs mensonges qui sont pieux me sont des supplices le pire. Ne plus voir où se sont posés les baisers des amours vénales dont tu te plais à te griser en décorant de Saturnales. Ik doe dat toch gewoon op mijn eigen manier. Maar ik ben hem aan het eren nu. Ik doe dat op mijn eigen manier. Ik ga op, weet je? Dit is wat we krijgen. Fucking Frankrijk hier, dit, ja. Ik heb het je gezegd, dit is niet wat ik wilde. We moesten er echt voorbij zijn. Maak er nou gewoon maar iets van. Ja. Maak gewoon iets van, we zijn er toch. Ja, we zijn er toch, ja. We zijn er toch. Schijnheilig ben ik ook nu. Echt fucking schijnheilig, echt. Fucking hell. Het is natuurlijk gewoon onzin, want ik ben gewoon de grootste egoïst. Eigenlijk. Fucking. Weet je, een van mijn grootste talenten is gewoon dat ik goed ben met woorden, weet je wel. Daardoor zit ik gewoon full of shit. Fucking slur ik fucking hartje mee hier in deze fucking onzin. Fucking Frankrijk. En dan? Dan ben je hier. En dan? En jij had me tegen moeten houden, hartje. Als jij was gegaan, ja, dan zat ik hier nu niet. Nee, je bent al heel de dag aan het zeiken. Frankrijk, dit, Frankrijk, dit. Nee, maar normaal en ben je verstandiger. En mijn rouwproces, dit, en mijn album. Ik ben niet de verstandige, dat is gewoon normaal. Ja? Ik ben een gevoelsmens. Maar van jou had ik beter verwacht. Ja, van jou had ik beter verwacht. Je had moeten luisteren, we hadden wie? Gewoon een mes. Heb ik jou met een mes op een keel achter stuur gezet? Nee, dat scheelde niet veel. Dat scheelde niet veel, want jij moest zo nodig lekker ontspannen hier in Frankrijk. Dan moest jij moest zo nodig hier zijn. Mensen hangen om je heen, mensen praten over je, mensen praten met je, mensen sms'en je. Je denkt echt dat je ertoe doet, je denkt dat de kleren die je draagt, dat de indruk die je maakt, dat deze fucking outfit, whatever the fuck het mag zijn, wat jij doet, wat jij denkt dat zo belangrijk is. En morgen is het weg, dan ben jij weg. En de dag daarop beginnen ze jou te vergeten. Ik weet zeker dat ik hem van de ene kant ook, doe ik zijn ouders ook een plezier om hem nog in deze docu te stoppen, weet je wel. Want je gaat en je wordt vergeten. Ik ben eeuwig, ik heb mezelf vereeuwigd door mijn creativiteit en mijn genialiteit. Weet je wat het is? Of dit album nou
bergen gaat verzetten of niet. Het heeft me in ieder geval dichter bij mezelf gebracht. En daarmee is er eigenlijk al een berg verzet.